Hallo, ik ben Laura Ruijs, ik ben dierenarts bij Anicura en deze video gaat er eigenlijk met name om mensen bewuster te maken hoe belangrijk het is om op tijd naar de dierenarts te blijven gaan. Anicura heeft een hele duidelijke set met maatregelen heel vroeg al in deze crisis verspreid. We hebben afgesproken dat er een maximaal aantal personen in de wachtruimte aanwezig mag zijn. En er wordt echt op afspraak gewerkt, ook in de spoed. En daarbij wordt er eigenlijk altijd op gelet dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. En per dier willen we ook maximaal 1 begeleider mee. Medewerkers van Anicura met klachten zoals hoesten en koorts, die blijven echt thuis. Daar wordt heel scherp op gelet. En ook klanten met klachten, die adviseren we om thuis te blijven. En je kan bij ons alleen pinnen. Alles wordt ook schoongemaakt. De hygiëneregels zijn aangescherpt. Dat we vaker de handen wassen, vaker handen desinfecteren en de oppervlakte schoonmaken. Uit een onderzoek wat is uitgevoerd door Anicura blijkt dat 70% van de eigenaren gezondheidschecks uitstelt en 50% vaccinaties uitstelt. Dat is veel meer eigenlijk dan ik had verwacht eigenlijk. En daar maken we ons heel erg zorgen over, met name over de lange termijn effecten daarvan. We vrezen dat daardoor bepaalde ziektes die heel makkelijk te voorkomen zijn, de kop weer gaan opsteken, wat onnodig lijden bij onze honden en katten zal veroorzaken en ook bij konijnen en dergelijke. Nu moeten we het weer oppakken. Nu moeten we mensen weer stimuleren om te komen. Want de lange termijn is niet te overzien. Die tijdige controles en de vaccinaties zijn ontzettend belangrijk om te zorgen dat de dieren gezond blijven. En dat is natuurlijk waar we voor zijn. Daarvoor zijn we opgeleid. We willen beesten beter maken, maar we willen eigenlijk vooral ook voorkomen dat ze ziek worden. En als ze ziek worden, om dat in een heel vroeg stadium te ontdekken, zodat we zoveel mogelijk kunnen doen. Sommige mensen kunnen natuurlijk zelf niet naar de dierenarts komen, omdat ze bijvoorbeeld zelf ziek zijn. Je kan sowieso kijken of er iemand anders is die met je huisdier naar de dierenarts kan. Ja, mijn advies is om vaccinaties en gezondheidschecks niet langer meer uit te stellen. Dus we willen mensen eigenlijk oproepen om toch weer naar de dierenarts te komen. We kunnen mensen veilig ontvangen. We hebben voldoende maatregelen genomen om dat te kunnen doen. En wij willen heel graag de zorg bieden die nodig is om te zorgen dat de dieren veilig en gezond kunnen blijven leven.